Waar is mijn dinderopblazer voor? Om de boze geesten te verdrijven en aankondigen van kerst. Ja? Waar zijn de dinderen van gemaakt? Van wat de soorten? Die zijn van de gebruikelijke houtsoorten die overal in akkerwallen groeien. Dus denk maar aan berk, els en wilg. Dat is zachtere houtsoorten. We gaan op zoek aan een akkerwal of aan een weiland langs waar wat struikgewas groeit. En dan kijken we of die kromming er al een beetje in zit. Mooi verhaal. Kromming er een beetje in zit. Ja, controleren we of er veel moesten, dus veel takken aan zitten. Zo glad mogelijk. En dan wordt hij gezaagd. Volgende komt weer naar de Middenberg en we gaan werken. Dus dan moet een tijdje drogen. De master is af, een tijdje drogen. De buitenkant in model gemaakt, dus van dunner naar dikker. En dan wordt hij in de lengte doorgezaagd. Als die uitgehold is, dan wordt hij weer aan elkaar gelegd. En dan zitten daar van die bandjes om voor de oog. Maar de lijm is tegenwoordig zo goed dat het gaat niet meer los. Oké, zit daar nog een periode aan van hoe lang jullie blazen? Dus vanaf eerste advent waren met drie koningen.